aan, uitschakelaar en actieve warmhoudplaat. Voordat u de machine aanzet, zorg er dan voor dat u eerst vers water in het reservoir heeft gedaan. Controleer of er voldoende koffiebonen in het reservoir zitten. Als het systeem is voorverwarmd, zal er water door de uitloopopeningen komen. Zo weet u zeker dat het systeem gespoeld en goed voorverwarmd is. Omdat espresso-koffie in kleine hoeveelheden gedronken wordt, is het belangrijk dat zowel de machine als het kopje goed zijn voorverwarmd. Anders koelt de koffie te veel af. Door de kopjes op de actieve voorverwarmplaat te plaatsen, weet u zeker dat u de espresso op de juiste temperatuur drinkt. Als de machine net is ingeschakeld, kunt u de kopjes het beste voorverwarmen met heet water. De technologie. Normaal bestaat de verbinding tussen maalmolen en zetgroep uit een slangetje waar wel 2 tot 3 kopjes aan gemalen koffie in zit. Als u een kopje koffie zet, perst de molen de gemalen koffie naar voren. De koffie is dus eigenlijk oud. Bij de Longhi-volautomaten is de afstand tussen maalmolen en zetgroep minimaal gehouden, waardoor de gemalen koffie direct in de zetgroep terechtkomt. U drinkt dus altijd verse koffie. Verder heeft het thermoblok roestvrij stalen binnenleidingen die verkalking tegengaan, waardoor de kwaliteit van de koffie verbetert. Ontkalkingsproces. Regelmatig ontkalken verlengt de levensduur van de machine. Daarbij bent u verzekerd van een warm kopje koffie. Alle machines van De'Longhi geven aan wanneer er ontkalkt moet worden. Dit gaat zeer eenvoudig bij de machines van De'Longhi. Het proces bestaat uit 3 fases. De voorbereiding, de ontkalking en de spoeling. De voorbereiding. Gebruik enkel vloeibaar ontkalkingsmiddel en volg de instructies die op de fles staan. Zet de machine aan en wacht tot de groene lampjes gaan branden. Doe het ontkalkingsmiddel aangevuld met water in het waterreservoir en plaats het in de machine. Plaats onder het stoompijpje een reservoir met minimaal 1,5 liter. Druk 5 seconden op de toets voor ontkalken. Het rode lampje gaat branden en de groene gaan uit. Dit als teken dat er geen koffie gezet kan worden. De ontkalking. Draai de stoomknop 1/2 slag tegen de wijzers van de klok in. Het ontkalkingsproces is nu in gang gezet en de machine zal regelmatig ontkalkingsproduct in het reservoir onder het stoompijpje afgeven. Na ongeveer 30 minuten gaat het lampje van het lege waterreservoir branden. Draai nu de stoomknop 1/2 slag met de wijzers van de klok mee. De spoeling. Neem het waterreservoir uit de machine. Spoel het goed om, vul het met vers water en plaats het terug in de machine. Leeg het opvangbakje en plaats het terug onder het stoompijpje. Draai de stoomknop 1/2 slag tegen de wijzers van de klok in. Het water loopt nu in het opvangreservoir. Wanneer het waterreservoir leeg is, dooft het lampje voor het ontkalkingsproces en brandt het lampje van het lege waterreservoir. Belangrijk! Draai nu de stoomknop 1/2 slag met de wijzers van de klok mee. Vul het waterreservoir met water en de machine is klaar voor een nieuw, vers gezet kopje koffie.